Hey, goedendag allemaal. We hadden een webinar deze week over digitale toegankelijkheid. Waarbij Olaf Schoelenk een verhaal vertelde over met name de theorie achter de wet en de gewone wettelijke regeling. Waarbij ook Eliane vanuit de gemeente Meijerijstad haar praktijkverhaal vertelde. En waarbij Patricia Bolink van de gemeente Deventer ook haar verhaal zou vertellen. Maar helaas lukte dat toen niet om deel te nemen aan het webinar. Vandaar dat we een aparte opname hebben. Patricia, bij deze alsnog de tweede gelegenheid. Ik heb jou graag het woord. Dankjewel, Jeroen. Mijn naam is Patricia Bolink. Ik ben adviseur digitale toegankelijkheid bij de gemeente Deventer. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige. Ik ben slechtziend. Door een aangeboren oogafwijking ben ik helaas slechtziend ten gevolge van aneurysmie. Dat betekent, is moeilijk uit te leggen, maar ik zeg altijd, doe 10 boterhamzakjes bovenop elkaar, kijk daar doorheen en dat is ongeveer wat ik zie. Om websites te bekijken, om werk te kunnen doen en documenten te lezen, gebruik ik hulpsoftware. Dat is een schermlezer en die zet tekst om in spraak, braille en vergroting. Dus voor mij is digitale toegankelijkheid echt wel noodzakelijk. En ik wil jullie meenemen in wat maakt nu een document ontoegankelijk en wat kan jij daar nou aan doen? Het VN-verdrag Handicap, dat bepaalt dat iedereen moet mee kunnen doen in deze samenleving. Dus iedereen moet een gebouw binnen kunnen, iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen en iedereen moet online ook mee kunnen doen. Je mag hem doorklikken hoor. Als je om je heen kijkt, dan zie je in het straatbeeld de parkeerplaatsen voor minder valide. En op de stations heb je ze ook vast wel eens gezien, de zogenaamde ribbeltegels. Dat zijn de blinde geleidelijnen voor mensen die slechtziend of blind zijn om hun weg te kunnen volgen. En dat vinden we eigenlijk heel erg normaal. En helaas komt het nog wel eens voor dat bij het ontwerpen van producten en diensten er geen rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Waardoor zij in het dagelijks leven problemen ervaren om hun dingen te doen. Dat kun je zien als fouten. En online zien we dat ook gebeuren. Op websites bijvoorbeeld of in online documenten. Maar deze fouten zijn daar minder goed zichtbaar. En daarom is het zo belangrijk dat er webrichtlijnen zijn. Bij webtoegankelijkheid dan denken we al gauw, wordt al snel gedacht dat het alleen gaat om het toegankelijk maken van websites. Maar het toegankelijk maken van tekstdocumenten zoals brochures, presentaties, flyers, jaarverslagen, dat wordt vaak nog wel eens vergeten. Dus documenten die je online plaatst, moet je ook toegankelijk maken op basis van de webrichtlijnen. En die richtlijnen die zijn er omdat je ontwerpt voor mensen, omdat je documenten maakt voor mensen, de inwoners van jouw gemeente. En je wil natuurlijk dat iedereen jouw documenten, jouw informatie goed kan lezen, kan bekijken, maar ook kan begrijpen. Dus wees er bij het maken van je documenten altijd bewust van je doelgroep. Weet voor wie je het doet, weet voor wie het maakt. Het gaat om een best grote groep. In Nederland hebben we het over een kwart van de bevolking die ongeveer een beperking heeft. Dus bewees je hier bewust van. En als je dat bent, dan kun je ook beter je documenten maken. En dus we hebben het over een best wel grote groep. Je mag wel even doorklikken. Hoor. Ja. Nou, ik ga het aan de hand van een aantal punten ga ik jullie meenemen in van wat zijn nou voor bepaalde doelgroepen is het fijn om je document gewoon toegankelijk te maken. Jullie hebben wellicht het programma van de GIP op de derde week van informatie gezien. Dat is een PDF-document. En toen ik het document opende, hoorde ik mijn schermlezer zeggen: dit document heeft geen koppen. Einde van het document. Dat betekent dat ik niet met mijn schermlezer door het document kan navigeren. En ik kan de inhoud niet lezen, dus ik mis informatie. Wat je hier ziet, is dat. Je mag eentje terug alsjeblieft nog. Ja. Wat je hier ziet is dat het logo van de VNG heeft geen alternatieve tekst. Dat betekent dat mijn schermlezer zegt dat dit een afbeelding is, maar dat ik niet weet wat voor afbeelding het is. Daaronder staat een afbeelding in een kader, ook met tekst. Dat is een afbeelding met tekst.
dat ook, wordt ook herkend als een afbeelding met, maar de inhoud kan ik niet lezen. Dus wat kan je nou doen? Zorg dat je van een afbeelding altijd een alternatieve tekst maakt. Dus daarin beschrijf je wat staat er op de afbeelding. En plaats liever de tekst buiten, buiten de afbeelding. Dus je kan ook bijvoorbeeld de afbeelding decoratief maken. Dat doe je op het moment dat je afbeelding informatief is en geen toegevoegde waarde heeft voor iemand. Dan maak je hem decoratief, maar plaats dan de tekst buiten de afbeelding, zodat een schermlezer de tekst wel kan lezen. Ja, Patricia, en als je dan kijkt naar het logo bijvoorbeeld, hoe zou je dat dan kunnen oppakken? Want de tekst staat daar in het logo. Ja. Zou je dan daar een beschrijving bij moeten hebben dan? Of hoe zie ik dat? Ja, logo's hoeven niet altijd een alternatieve tekst te hebben. Dat mag. Dan zeg je als alternatieve tekst logo of VNG. Maar je mag hem ook decoratief maken, zodat een schermlezer hem overslaat en direct naar de hoofdcontent gaat. Ja. Contrast. Contrast gaat over de kleur van de voorgrond en de kleur van de achtergrond. En kleur kan bepalend zijn of je tekst wel of niet kan lezen. Dus wees daar ook bewust van. En kleur kan voor mensen met dyslexie best ook wel heel erg druk overkomen. Dus hou daar ook rekening mee. Een goed contrast begint bij een contrastverhouding van 3 staat tot 1 voor grote en vette letters en 4,5 staat tot 1 voor normale tekst. Contrast kun je berekenen met verschillende tooltjes die je wel op internet kan vinden. Als je hier kijkt, de lichtblauwe kleuren hadden hier beter donkerblauw gemaakt kunnen worden. Dus het lichtblauwe kleur heeft gewoon het onvoldoende contrast voor mensen die slechter zien, kleurenblind zijn. Maar ook voor misschien wel oudere mensen. Nu zie je hier in deze afbeelding zie je ook oranje tekst staan. Nou zijn we in Nederland heel erg dol op oranje. Maar nou is oranje niet zo'n hele fijne kleur qua contrast. Dus gebruik liever een andere kleur. En hier zie je in het kader, zie je ook dat het programma is opgemaakt in een kader. Maak tekst liever niet op in een kader, want mijn schermlezer ziet dit als een afbeelding. Ik kan de tekst niet lezen, dus ik weet niet wat de inhoud van het programma is. Dus maak liever tekst niet op in een kader of in een tabel, maar plaats het liever gewoon plat in je document. Het lijkt wel, Patricia, dat het dan beter toegankelijker wordt, maar wordt het dan ook mooier? Ja, wat is mooi? Ontwerpers vinden het vaak heel erg belangrijk om het heel erg spetterend te maken met allerlei kleuren en plaatjes en toeters en bellen. Daar kan het misschien wel mooi voor worden. Maar mensen met een cognitieve beperking, mensen met dyslexie, mensen die laaggeletterd zijn, voor hen is het heel erg druk en kan het heel erg vermoeiend zijn om dat te lezen. Dus die haken al snel af. Helder. Dus wat is nou een toegankelijk document? Ja, een toegankelijk document, dat is een document wat voor iedereen toegankelijk is. Voor iedereen ongeacht een beperking. Dus het is leesbaar, bruikbaar, bedienbaar en begrijpelijk. Nou, wat kun jij nou doen om je document toegankelijk te maken? Als je informatie wilt publiceren, bedenk dan van tevoren, wat is je doel? Voor wie is de informatie bedoeld? En voor wie maak je het? En in welke vorm bied je het dan aan? Een flyer of een brochure hoef je niet per se in PDF aan te bieden. Dat kan ook in HTML of in EPUB. Gebruik altijd een brondocument zoals Word, Excel, PowerPoint of InDesign. En maak dat document toegankelijk. Gebruik in de Microsoft Office applicaties altijd de opdrachtknop toegankelijkheid controleren. Deze vind je in het menu controleren. Als je deze aanzet, dan toets je document gelijk op toegankelijkheid. Je krijgt feedback en je weet meteen wat je moet aanpassen. Voor InDesign vraagt het wel wat meer kennis. Dat gaat voor nu wel echt te ver. Maar daar zijn wel specifieke trainingen voor die je kan volgen. Als je dan toch een PDF
een document in PDF wil zetten, doe het dan. Zorg er dan voor dat je het document ook echt converteert en exporteert zonder verlies van gegevens. Het lezen van lange documenten kan voor sommige mensen best wel een hele opgave zijn. Dus wanneer je je document goed structureert, helpt dat mensen ook de inhoud te ordenen, te verwerken en te begrijpen. Dus daarna zijn koppen essentieel. Essentieel ook voor schermlezers. Dus met mijn schermlezer kan ik van kop naar kop navigeren met het toetsenbord. Dus gebruik dus altijd een koppenstructuur zoals de vorige gedefinieerde structuur in Word. Nou, om teksten goed leesbaar te maken, je mag wel door. Ja, om teksten goed leesbaar te maken is het belangrijk dat je een duidelijk lettertype gebruikt, zoals Arial en puntgrootte van minimaal 12. En het is belangrijk dat je lichte letters op een donkere achtergrond gebruikt en donkere letters op een lichte achtergrond. Dat maakt het voor mensen die slechter zien, mensen die kleurenblind zijn, veel beter leesbaar is. Maar het is niet alleen voor hen nog beter leesbaar, maar ook voor oudere mensen die bijvoorbeeld hun scherm op energiebesparing hebben staan, maar ook als je een veel lichtinval hebt op je scherm. Dus eigenlijk werkt het gewoon hartstikke goed voor iedereen. Mensen die kleurenblind zijn, die kunnen bijvoorbeeld het verschil tussen rood en groen niet zien. Dus maak daarbij altijd gebruik van een combinatie van tekst, vorm en kleur om je content duidelijk te maken. Zorg ervoor dat de content ook lineair is opgebouwd. Schermlezers kunnen content alleen maar lineair lezen, maar veel mensen vinden het gewoon prettig dat je inhoud van je document gewoon logisch is. Dat leest gewoon een stukje makkelijker. Dus ook hier geldt, het is gewoon goed voor iedereen. Hou de opmaak van je documenten rustig. Vermijd drukke achtergronden. Je mag al doorklikken, Jeroen. Ja, vermijd drukke achtergronden en animaties en banners die kunnen afleiden. Dus voor mensen die laaggeletterd zijn of een cognitieve beperking hebben, kan een onrustige achtergrond heel erg vermoeiend overkomen. Nou, als je je document gaat publiceren, dan doe je nog even een laatste check. En dat kan je ook doen in de documenteigenschappen nog even in te vullen. Daarin kun je informatie kwijt over het document. Dat maakt het document nog een stukje toegankelijker. Dus bijvoorbeeld de titel, de auteur en het onderwerp. Dan kunnen mensen het document makkelijker vinden en ze snappen ook sneller waar het over gaat. Belangrijk is ook dat je de documenttaal invult. Schermlezers kunnen dan de tekst in de juiste taal voorlezen. En denk erom dat je bij afbeeldingen en interactieve elementen een alternatieve tekst invult, zodat schermlezers de context snappen en ook begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Nou, en tot slot, toegankelijkheid, dat raakt dus iedereen. Ouderen, kinderen, digibeten, laaggeletterde, hoogopgeleide, laagopgeleide, mensen die slechter zien, kleurenblinden, mensen die doof geboren zijn. En jullie allemaal. Als je dus door informatie toegankelijk te maken, neemt de algehele kwaliteit toe. En zal zich dat uiteindelijk terugbetalen. Top, dank je Patricia. Dank jullie wel. Super. Hey, een vraag Patricia. Stel dat nou heel veel collega's of collega's überhaupt vragen hebben over praktisch. Hoe kan ik me hiermee aan de slag? Is er een bepaalde website waar je naar door kan verwijzen? Of? Nou, als het goed is, hebben wij ook op de kio.plio een checklistje gezet. Dat is een documentje wat ik heb gemaakt met 8 tips die je kan gebruiken bij het toegankelijk maken van je document. Het zijn 8 basistips. Uiteraard zijn er natuurlijk nog heel veel meer tips. Maar ik denk dat met deze basistips kom je al een heel eind. En gebruik inderdaad ook die opdrachtknop toegankelijkheid controleren. Dat helpt je absoluut. Nou, super. Dankjewel. En ik hoop dat veel collega-ambtenaren de komende periode aan de slag gaan om hiermee echt toegankelijker te maken dan hoe het nu gaat. Ja, super, dankjewel. Ook.